Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Dag Sinterklaasje, dag, dag. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. De Sint is uit het land, hij heeft mij gelukkig niet in de zak gestopt, dus ik kan dit nog mooi aankondigen. En wat kondig ik aan? Nou, we hebben vandaag de vlog, we hebben de smoothie van de week. En natuurlijk, dat weten jullie, beginnen we met het kerngezonde nieuws van deze week. Ik ben 11 jaar oud. Ik heb één moeder, die heet Barbara, een vader die heet Bram, een zusje van 8 die heet Emilia en een golden retriever die heet Rambo. Mijn hobby's zijn paardrijden. Ik hou ook heel erg van tennissen, maar ik vind zwemmen ook superleuk. Ik ga het liefst naar Slovenië, want daar is een supergroot aquapark en de hotels zijn daar supermooi. Omdat het gezellig is en ik kan er mezelf zijn, dus ja. Ik hou van buitenspelen en ook van sporten en bewegen, maar ik hou ook super erg van gezond eten en vooral komkommers. Ik kan heel slecht tegen pesten, plagen en liegen. Jullie hebben thuis vast wel een paar planten staan. Op tafel, in de bloempot of in de tuin. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal voordat je de plant koopt? En waarom zijn planten zo belangrijk? Ik hoop dat ik vandaag op die vragen de antwoord krijg bij Kwekerij Stals. Kom maar mee! Hallo Sue, leuk dat je er bent. Ik ben Maries van Kwekerij Stals. Hallo, ik heb hier al super veel mooie bloemen zien staan. Wat doen jullie hier allemaal? Nou, hier staan we in de kerststerrenkas. Hier hebben we gewoon heel veel kerststerren staan met verschillende kleuren. Waar ook heel veel rode, maar ook een glitter of een witte of een roze. Maar dat maken wij niet alleen, we maken nog veel meer. We maken heel veel viooltjes, hortensia's, anjers en graantjes en afrikaantjes. Maar dat doen we het hele jaar rond. Over het hele jaar maken we bijna 5 miljoen plantjes. Leuk! En begint het dan allemaal bij het zaaien? Het begint bij het zaaien of bij een klein plantje. Dat heeft per soort te maken. Deze plantjes die komen uit Oeganda. Die krijgen we als heel klein plantje binnen. En die hebben we in juli geplant. En dan staan ze hier 20 weken en dan hebben we dit. Maar er zijn ook heel veel plantjes wat gezaaid worden. En die krijgen we dan als klein plantje binnen. En wij maken, onze productie is gewoon van kleine plantjes een hele grote plant maken. Dat is eigenlijk wat wij doen. Interessant. Thuis geef ik de plantjes met de gieterwater, maar ik denk niet dat jullie dat hier ook zo doen. Nee, dat doen wij zo niet, want dan houden we heel veel werk. Hier doen we dat met een gietboom. Hier kunnen we bestrijdingsmiddelen mee geven, dus gewasbescherming. Maar hier geven we ook heel veel kunstmest mee. En zo kunnen we in één keer het hele veld water geven. Dat ja? Is heel handig. Ja, maar in een andere kas doen we dat weer op een andere manier. En daar gaan we nu naar kijken. Is goed. Hoe moeten we zijn, Sue? Daar zijn we al een veld vol laten lopen met water. Net kwam het water van boven eraf. Maar hoe gebeurt dat hier? Hier gebeurt het van onderdoor. Hier zie je al het water hier aankomen. Tot helemaal vooraan. En dan staat het één minuutje. Staat alles onder water en dan loopt het water weer in één keer weg. En dan hebben alle planten evenveel water gekregen. Dit zijn Dianthus pinkissus. Die maken we heel erg veel. Bijna 500.000. En die zijn allemaal van tevoren verkocht, anders kunnen we het plantje, mogen we dat niet kweken. 500.000 van tevoren verkocht, waar gaan die allemaal naartoe? Dit gaat naar Scandinavië, gaan er heel veel naartoe. Duitsland, Zwitserland, ja, en natuurlijk ook nog een klein beetje Nederland. Dat is wel veel. Ja, maar heel veel wat wij maken gaat heel veel in de EU-regio weg. Dus België en Duitsland en Nederland. Maar dit gaat veel verder. Waarom zijn dan nu deze planten de band aan het zetten? Ja,
Dit is de Helleborus winterbels. Die hebben de hele zomer hebben die buiten gestaan en nu zijn die potten heel smerig. Ja. En dat is voor de consument is dat niet goed. Nee. Daarom halen we ze naar binnen, doen we ze even door de pottenwasser en dan komt er nog een sticker op voor als de klant met de prijs en dan gaat het weg. Dat is handig. Ja. En dan worden ze daar bij elkaar gezet en dan kunnen we ze daar makkelijk op werkhoogte inpakken. Kom maar mee. Is goed. Deze plant is wel echt heel mooi. Dan denk ik dat we die jou eens mee gaan geven. Nou, dat vind ik echt superleuk, dankjewel. Ja, daar kunnen we je moeder wel blij mee maken, denk ja. ik. Ja? Alsjeblieft. Dankjewel. Wat staat er achter deze enorme deur? Dit zijn twee heel grote koelcellen en hier slaan we alle hortensia's in op. We zullen het je laten zien. Hier staan de karren twee hoog. En hier doen de, omdat we de hortensia's niet buiten kunnen laten staan, anders bevriezen ze in de winter, zetten we ze in de koelcel. En de hortensia's hebben minimaal 1000 uur nodig dat we ze vroeg in februari of in maart de eerste in bloei kunnen trekken. En dan kunnen we ze in april al leveren. Vaak bij dit bedrijf, maar wat doen jullie dan? Ja, we helpen vaak mee en ja, het is verschillend wat we doen. Meestal gaat Lieve met de jeugd gaat ze wat doen. Bijvoorbeeld net was ze bezig met die besjes en Meike die loopt vaak rond en gaat overal kijken. En ik met de machines en met de jeugd en gras maaien. En welke plant vind jij het leukste? Ja, ik vind de kerst daar heel mooi. En ik vind de knopbegonia's heel leuk. En de begoniaatjes en de Afrikaantjes. En best wel veel heel leuk. Nou, Maurice, hartstikke bedankt voor de uitleg. En de rest natuurlijk ook. Ik ga deze plant een heel mooi plekje geven. Dit was weer mijn vlog van Kerkgezond TV. Kijken jullie de volgende keer weer? Tot dan! Doei! Dat is beter. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. In het kader van Jong Leren Eten gaan we deze week een rode smoothie maken. En daarvoor hebben we nodig gekookte rode biet, magere yoghurt, lekkere rode druifjes. Snijd de rode biet. Doe de druiven in de blenderkan. Doe de bieten erbij. En de yoghurt. Blend maar. Laat het smaken. Ik ben Malief, ik ben 9 jaar oud. Ik zit op de school De Krullenvaar in Zevenum. En ik heb geen truc, maar een mop van de week. Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe tegen de andere, mag ik de zeep, want de vlek gaat er niet af. Wat is jouw beste mop? Doei! Dit was Kerngezond TV voor deze week. Ik ga het prachtige Baarlo verlaten. Fiets nog wat zuidelijker. Ik zie jullie volgende week. Blijf kerngezond. Doei! Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.